Toch even de scheiding tussen de wereld van topsporters ja. en de wereld van Zeker. amateurs. Ja. Hè? Ja. En dat jij ook zegt hier, de praktische tip niet zo spastisch ja. doen ja. met voeding. Welkom bij de slimme presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, Middle aged Man in Lycra... Gerrit Heiko. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over sterke spieren. Misvattingen rondom eiwitinname. Een sporter die sterke spieren wil krijgen, moet trainen en eiwitten eten. Meteen na de inspanning 25 gram, liefst als zuivel en vlees, hoor je dan vaak. Maar klopt dit eigenlijk wel? Hoeveel en wanneer moet je je eiwitten eten? Mag dat ook plantaardig zijn of krijg je dan te weinig binnen? Wat zijn de laatste wetenschappelijke inzichten? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met de beentjes na die halve marathon van vorige week? Helemaal prima. Ja? Ja, zeker. Ja. Goed, veel eiwitten gegeten. Veel eiwitten gegeten. Ja, flink sterker geworden. Ja. 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 Het was wel een mooie meet-up bij de Driebergenloop. Over twee dagen, ligt raar als je dit luistert op de dag dat die uitkomt. Treffen wij weer heel veel luisteraars op het Malieveld in Den Haag bij de CPC. En dan moet het gebeuren. Ik zit uh, vol in mijn theater. Oh, ja. ja, ja, ja. Hier, hier wil ik wel even extra voor rusten. Ja. Kijken of we alles uit die dikke schoentjes kunnen rammelen en uh, kijken of ik genoeg eiwit heb gegeten om ja, ja. sterke spieren te hebben. Zes eiwit, uh, momenten per dag, of niet? Van max 25 gram? Zoiets, nou ja. ja. Uh, daar gaan we het maar eens even over hebben. Ja. Uh, wat is de relatie tussen eiwitopname en spieropbouw? Hoeveel eiwit moet je eten als sporter en wanneer? Is hier een grens aan? Krijg je met een vegan dieet wel, een vegan dieet wel genoeg eiwitten binnen? Daar gaan we specifiek ook uh, met Guido Vroemer even over ja. hebben. En beïnvloedt een plantaardig dieet? Je sportprestatie, um, Jurgen, is niet de eerste keer dat we het over eiwitten hebben. We hadden het in aflevering 14 er al over. In aflevering 106 over BCA en 130 van Cas Fuchs, ja, leren we al dat die quote die ik in de intro zei: binnen een half uur eiwitten ja. eten, helemaal nergens nee. op slaat. Nee, dus dat weten we allemaal. Dat, precies, dat is al een, een fabeltje of een mythe. Ja. ja. Maar wat is dan nou, de is... aanleiding om het vandaag weer over ja, nou, te ik, hebben? Ik mocht uh, of mocht, ja, he, mocht voor top, voor topics uh, schrijf ik af en toe een. Uh, een, een samenvatting over recente studies die ja. interessant zijn eigenlijk voor de topsporter of voor coaches, voor eigenlijk alle sporters. En er was een studie, wederom uit Maastricht, ja, want die zijn daar toch wel denk ik een van de koplopers in. Die hebben gewoon de, de tools uh, om heel netjes uh, te kijken wat er gebeurt wanneer jij eiwit eet. En wat er dan precies gebeurt met die, die bouwstenen van de eiwitten... de aminozuren, de losse uh, de, de, de bouwstenen daarvan... Ja. Uh, in het lichaam, in het bloed, in de spieren... en worden ze uiteindelijk weer, weer ingebouwd. En uh, nou, dat hebben ze dat dus... Dat kunnen uh, zij volgen, hè? Ja. Ze hebben een methode gevonden om te volgen waar eiwitten Het is gelabeld. In het is niet zozeer ja. radioactief... maar net even een andere, uh, ja. andere conformatie. En nou, dit is wel grappig, want... Hoe zij dat dan doen. In deze studie uh, zij hebben ze laten koeien eigenlijk het gelabelde eiwit eten. Ja. Of gelabelde aminozuren en dan met name uh, leucine en volgens mij fenylalanine zijn dan de twee waar ze bijvoorbeeld naar kijken. Ja. En die koeien gaan dan uiteindelijk melk produceren... waarin dat gelabelde eiwit zit. Want ja, dat wordt ook ingebouwd ja, dan ja, in de melk. Ja. En de, dat vangen zij op. Dat gaan ze concentreren. En dan gaan ze op die manier ja, netjes bewerken... waardoor ze dat in hun studies gebruiken. ze dus gewoon gelabeld melkeiwit. Ja. En nou, in de studies uh, sowieso... veel wetenschapsstudies gebruiken melkeiwit... omdat dat eigenlijk... Uh, de ja, de, de optimale mix is van alle am, uh, aminozuren hmm. die nodig zijn om spieren voor de spieropbouw. Ja, uh, en dan zeggen ze ja, dat is eigenlijk dus daar komt vandaan het idee van zuivel. Is, is goed. eigenlijk ja, moet je hebben, want daar zitten in ieder geval alle eiwitten de verschillende aminozuren in. Er zijn iets van 22 totaal aminozuren waarvan. Ik meen acht essentieel, die moet je dan, die maakt het lichaam niet zelf aan, die moet je zelf uh, opnemen met, de, met voedsel, even innemen. Nou, ik noemde ze al, uh, de lucine, isolucine, vanilalanine, nou ja, een trips daarvan. Ja, ja. En, en nu hadden ze dus uh, recent gekeken naar, uh, nou, aan aanleiding eigenlijk van het, ja, iets wat je toch vaak tegenkomt, al in alle richtlijnen. Op, op websites en noem maar op. Van, ja, er zit een grens aan die eiwitopname of van maximale hoeveelheid eiwitten die kan innemen per portie voor de spieropbouw. Ja. Uh, en, dat, en die ligt ergens rond de 25 gram. Ja, het is wel dat eiwit. je het zegt, want voor mij is dat eigenlijk vrij recent nieuws. Ja. Wat ik in die 109, of 170 aflevering slimmer presteren podcast dacht te hebben geleerd, ja. is dat uh, als amateursporter. Belangrijke context. Ja. Als amateursporter, als jij gewoon normaal gevarieerd eet. met inderdaad ook vlees erbij. hoef je helemaal mm -hmm. niks te doen met eiwit. Ja. Wat ik me ook herinner uit een aflevering van de Keurkdienst van Waarde. die onderzoek ging doen naar wijpoeder. Ja. eiwitpoeder. Hij ja. is ook, joh, er is gewoon gecondenseerde, of, hè, gedroogd melkpoeder. Ja. Dus je kan net zo goed gewoon melk en kwark ja. uit de supermarkt eten. Ja. Dus ik dacht, eiwit, afgesloten hoofdstuk, hoef ik niks mee. Ja. Nou was ik laatst bij een kennissessie. Okay. Nou, van onze club kan ik wel zeggen. Ja. Waar toch even mijn ogen open gingen. Want daar werd opeens verteld. Precies wat jij nu zegt. Ja, let nou even op. Je, eh, zeker als je veel sport. Heb je een bepaalde hoeveelheid eiwit nodig. Oké, okay, snap ik. Als je meer sport, heb je meer eiwit nodig. Maar toen werd er ook opeens gezegd. Dat moet je op vijf of zes momenten ja. per dag nemen. En... Wij doen dat vaak verkeerd, want wat zie je in een normaal voedingspatroon? Stel, je ontbijt met kwark, haal je het nog wel? Tussendoortje heb je dan bijna geen eiwitten. En dan bij de avondmaaltijd eet je kip of vlees. En daar eet je dan meer dan die 20 gram. En dat is een probleem, werd daar gezegd. Ja. Ik begreep ja, dat, nou, dat dan niet. Dat vond doelt ik, daar dan ja, echt op. Ja, vond ik heel raar. Ja. Maar ik heb nog de vraag, ik, zo bedoel je dan dat als ik s'avonds als ik te veel eiwit eet, smeert mijn lichaam dat dan blijkbaar in een etmaal niet uit? En toen werd daar gezegd, nee, dat ja. kan je lichaam niet. Dat kon ze niet weten want op dat moment was dat denk ik nog niet nee, bekend. het gaat ook niet over haar, maar dat, dat, ja. is dus, dat is dat dus wordt een gezegd, soort ja. common knowledge dus dat vind is, ik al een raar fenomeen. Ja, ja, dus kan mijn lichaam dat niet bufferen. Ja, de richtlijnen zeggen zo'n beetje van 1 tot 2 gram eiwit per kilogram lichaams per dag. Een lichaam kilogram lichaamsgewicht per dag moet je eten. Ja. Nou jij bent 70 kilo. 80 kilo. 80 kilo. Nou, dan <laughs> kom je en jij bent toch best wel een fanatiek sporter. Zullen we dan maar van die twee uitgaan? Dat is wel heel veel. Met name, dus zou je 160 gram moeten eten op een dag? Daar red ik zeker niet. En als je dan zegt van, er zit een limiet aan van 25-30 gram per portie. Ja, dan moet je, dan kom je al inderdaad op vijf porties of eiwitten. Maar jonge, weet je wat, wat ik al niet ja. snap? Als ik meer eiwit eet, dus ja. stel ik eet niet 25, maar ik eet 40 gram ja. in mijn avondeten, dan gaat dat mijn maag-darm-kanaal <laughs> in? Ja. Hoezo dat ja. wordt niet opgenomen? Waar, waar, ja, waar, waar ja. loopt dat dan vast? Waar loopt dat? Nou ja, het wordt wel opgenomen, maar kijk, het. Er zit een signaal voor de aanmaak van spiereiwit. En dat nou, mTOR is dan eigenlijk de grote schakelaar. Dat is degene die zegt van: Jongens, we zetten alles in het werk om uh, eigenlijk de aminozuren die beschikbaar zijn ja. op te of in de spieren te pakken en om te vormen naar spiereiwit, actine, myosine, al die contractiele, die, die filamenten ja. die samen. Ja. Ja. Zijn er meer uh, eiwitten? Dus uh, en, en alleen dat mTOR wordt gestimuleerd bijvoorbeeld door inspanning zelf. Ja. Dus je zegt, hebt getraind. Ja. Dan staat de mTOR aan. Ja. He, we moeten spieren Precies. Ja. En dan was het toch lange tijd het idee, ja die mTOR, ja die, die staan niet de hele dag aan. Die staan na, na inspanning een x aantal uren aan, misschien 4, 5, 6 uur. Dat was kan je ook zeggen: Ja, zijn die studies onvoldoende uitgevoerd? Misschien wel. En Het andere is dat uh, eiwit zelf, met name of, of aminozuren, vooral luicine, hmm. dat is uh, een van die aminozuren. Als die eenmaal mTOR passeert, dan gaan we door zeggen: Hey jongens, er is extra luicine aangekomen, nu gaan we ook extra of eiwitten aanmaken. Oké, okay, die kan dus dat, het triggeren. Dat die kan zijn de twee triggers. Ja. Ja. En in de tussentijd, heb je moeten we ook niet vergeten, je hebt ook continu te maken met afbraak van eiwitten. Ja. Want als jij uh, uh, in, in bed gaat liggen of jij krijgt een uh, gips om je been, ja, en een, uh, drie weken later haal je het eraf. Dan zul je ja, merken, weg. ik ben heel wat verloren aan, aan spieren. Use it or lose it. En, ja. Uh, ja. Dus er is ook continu een afbraak. En, en eigenlijk daar speel je mee door het signaal aan te zetten van... we moeten meer aanmaken door... Nou, en dat kan dus door meer eiwitten te eten, vooral met leucine erin. Ja, even dan en, toch... En het andere is dus door te sporten. Want dat zet dat Parkeer hem even, we gaan zo ja. dieper. Je hebt nu drie keer leucine gezegd. Ja. Ik herken dat niet. Wat nee. is leucine ja, in mijn keukenkastje? Dat, dat zit is bijvoorbeeld, dat bijvoorbeeld. Is dat een ei? Is dat melk? Ja, ik weet het niet. In ieder geval in wei. In, in wei, dus, dus in eiwit. melkproducten. Ja, ja. ja. En het andere is dan, want je hebt dus... Een, en en leucine is dan, noemen ze volgens mij, een snel eiwit. Hmm. En uh, ja, caseïne zit ook in, in melk: is een langzaam eiwit. Okay. En die doet dat. Die wordt wel opgenomen ook... maar die doet dat niet via extra stimulatie... of veel minder stimulatie van dat mTOR. Ik ja. wil niet zeggen... maar dan is de machinerie wat, wat, ja, wat op een lager tempo aan het werken. En ik vroeg jou dus... Zeggen. hoe kan het nou ja. dat als ik wat meer ibit aan ja. dit inneem... dat dat niet extra wordt toegevoegd aan de spieren? Er de, 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 de zit een soort... die mTOR die ja, dooft uit of zo? die zegt op een gegeven moment... nou jongens, uh, nu is het af. Ja, nu is het voorbij. Dat is het idee. En, en daarbij het idee van... Uh, werd gezegd... ja, dus je kan er wel meer gaan innemen... Maar dat, ja, dat gaan we gewoon niet gebruiken. En wordt eigenlijk ja, geoxideerd. Dat wil zeggen, ja, die gaan we gewoon verbranden. Eh, als want, energie of, ja, ja, of geen haren of nagels van maat. Aminosieren of, uh, ja. kun je ook inderdaad verbranden. Gewoon als, als energie. Het kan ook weer omgezet worden naar uh, glucose bijvoorbeeld. Ja, dus uit dit dat idee, uit dit denkmodel ja. komt het concept: je moet vaker op een dag. Kleinere porties eten. Was... Maar nu gaan we naar Maastricht. Ja, want Maastricht dacht van ja, die keek eens goed naar die studies. Zei, ja, daar zitten toch wel beperkingen aan. Kon het wel goed genoeg meten? Ja, daar, daar kom je eigenlijk echt op mede-logische kwesties waar ik eigenlijk ook uh, te weinig uh, know-how van heb. Dan gaat het erom, worden aminozuren niet weer opnieuw ergens opgenomen? En kun je dan wel onderscheid maken tussen dat wat je daadwerkelijk gegeten hebt en wat misschien uit een andere pool komt, uit het bloed of noem maar op. Nou, zij hebben dat helemaal nu ontrafeld eigenlijk door te werken met verschillende gelabelde aminozuren. Heel goed kijken van, we gaan het innemen, wanneer zien we het voor het eerst in het bloed? verschijnen? Mm -hmm. wat gebeurt er in het bloed? Want dat is al de eerste stap. Daar zit ook allemaal eiwit in het bloed. Ja. Die nemen al die gelabelde aminozuren op. En uiteindelijk gaan het naar de spieren toe en die spieren gaan dan uiteindelijk zeggen: ja, maar wij hebben ze ook nog voor onze Maar Wij gaan opbouwen. ze inbouwen? Ja. ja. En dat gaat eigenlijk in een vrij heel traag proces als je vergelijkt met die glycoïne voorraad aanvullen. Want ja, dat kan je ook wel voorstellen. Eiwitten zijn best wel uh, grote moleculen. Moeten eerst afgebroken worden, natuurlijk, in het maagdarmstelsel. we voor en dan langzaam opgenomen in die dunne darmbloed. En dan uiteindelijk weer gekoppeld worden eh, op spieren, et cetera. Kom zo nog wel met getallen. Maar zij zei, nou, wat als er nou die grens van 15 gram eigenlijk, dat we dat niet zo is. En dat je echt wel meer kan opnemen. En met name dat dus dan het proces van spier-eiwitsynthese. Uh, ja, eigenlijk veel langer doorloopt dan we dat, dachten. Ja. Nou, en dus die hebben gewoon uh, een groep proefpersonen... hebben ze krachttraining een uurtje laten doen. Daarna dat, ja, dat melk en uh, mm. eiwit uit die koe gegeven. Dat gelabelde ja, eiwit. De ja, de ene kreeg niks, nul. De andere kreeg de standaard 25 gram. En een derde groep zei ze, nou, we gaan het even echt goed aanpassen. Gewoon 100 gram, bam vier keer zoveel ja. als dat gedacht ja. wordt dat je kan opnemen. Ja. En ja. toen gingen ze eens kijken door te meten in het bloed, door in de spier. Ja, we, hoe zit het nou eigenlijk met die aminozuren? Uh, weet jij, misschien is het een beetje detailvraag, ja. maar weet jij hoe het voor die proefpersonen zat in de rest van het etmaal? He, was, was dit het enige eiwitmoment? Gingen zij dan toch ook die vijf, zes momenten pakken? Hoe, uh, hoe viel ja, nee, dat ermee? Nee, dit was hem, en want ze hebben twaalf uur gemeten. Oké. Okay. Ja, ja, dus ja. Uh, om geen Dit was hem, en ja, exact. Ja, misschien ja. Nee, want daar wil je dan niet mee, uh, nee, want mee interfereren. Krijg je daar ja. weer, uh, 12 uur en dat is daar kun je nog steeds zeggen ja, waarom niet 24 uur? Ja, dan kom je wel in de knoop met je volgende. Nee, maar moment. als als de originele ja. uitgangspunten zouden kloppen, ja. zou je dus moeten zien dat na 2, 3 uur er geen Precies. eiwitopname meer is. En het grappige is als je dan kijkt naar je 25 gram en bijvoorbeeld in het bloed dan zie je dat inderdaad levelen. Oké. Okay. Uh, en met name ook met het spiereiwit. Uh, Conform aanmaak. verwachting, na ja. twee, drie uur stopte de opname ja. van die ja. eiwit. Nou ja, het lijkt te level. Maar het loopt langs, je hebt een snelle opname eigenlijk. Ja. En ja. dan een er steeds langzamer. Waardoor je eigenlijk kan inschatten. Nou, na vier uur is het wel een beetje klaar. Zo'n beetje ja. voor die 25 gram. Maar ze zagen bij de 100 gram eigenlijk toch een ander patroon. Namelijk dat die stijging zich toch gewoon bleef doorzetten. Weliswaar langzaam. Ja, hij maar knikt wat af. Ja, en dan zeggen ze ja, dat spelen twee dingen natuurlijk door elkaar heen. Eerst, je hebt wel dat snelle effect van die lucine. Ja, dat zorgt even voor een snelle aanmaak en opname, synthese bij je eiwit Maar daarna heb je bijvoorbeeld caseïne of andere eiwit, wat er ook gewoon in zit. Alleen ja, eh, als jij dat doordat dat stuk langzamer is, zou je dat wel eens kunnen missen in, in, je, in jouw uh, metingen, zoals voorheen gedaan is. Of de aanname was na vier uur is er toch niks meer. Dus we hoeven al niet meer te meten. Maar zij zagen dus langzaam eigenlijk dat dat toch bleef stijgen. En zij zeiden ja, zelfs na 12 uur zien we nog steeds een toename van de spiereiwitsynthese. En nogmaals, degene die niks kregen, die hadden ook wel eiwit aan. Want je had nog steeds. Ja, maar die hebt getraind. Ja, 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 precies. Ja, ja. Dus dan moet je niet, maar die halen het dan uit de aminozuren ja. die dan elders in je lichaam zitten. Oftewel dus wel ja. uit een buffer van ja. eiwitten dus die in je lichaam zitten. Nee, you know, cool. cool. Ja. maar. een enorme cool. Jurgen, ik ben vrij blij, want ja. het, ik vond het denkmodel wat ja. daar gepresenteerd wordt nergens op slaan. Nee, nee, maar dit, ik heb er ook heel veel van geleerd, met name hoe hoe traag eigenlijk dat hele eiwit uh, opname en synthese werkt. Want ik zal het even. Even, even, zeggen. even, even, even advocaat van de duivel, even, iets, want want nou lijkt het net of ik mijn eigen gelijk wil halen. Oké. Okay. Ja. Ik ga even toeredeneren naar de andere kant. Jij zei: we zien dus in die eerste paar uur een snelle inbouw. Ja. Zagen zij ook. Ja. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, als ik, uh, zeker in een topsportcontext, als ik heel veel train en heel veel spieropbouw wil. Dus heel veel snelle eiwitten wil inbouwen. Mm -hmm, dan hoef ik die lage, lange nee. trage niet. Dan wil ik juist ja. de hele tijd die snelle. Ja. Dus dan zou je natuurlijk nog steeds op hetzelfde voedingsprotocol kunnen blijven uitkomen. Dat je zegt. eet nou maar vijf, ja. zes keer per dag een kleine hoeveelheid, want dan heb je in ieder geval ja. die snelle ramp. Die Dat is keer. in principe wat ook als je op topics kijkt of zo, echt voor die krachtsporters die echt veel sporten en uh, veel trainingen wordt gezegd. Eigenlijk, ja. Neem vooral dan eentje met luicine erin, wij eiwit achtige oh, en, en gebruik voor het slapengaan het langzame eiwit. Exact. Want dan heb je de tijd en, en je lichaam is toch niet bezig met andere dingen. Die heeft alle tijd om rustig is die ja. aminozieren in te bouwen. Makes total sense, ja. toch? Als je ja. over je lichaam nadenkt. Maar, maar puur uh, simpel, ja, dit zijn toch voor het eerst data die ja, nieuw die zijn bewijzen. eigenlijk in ja, de ja, hele ja, ja, wereld. Houden. Ze hebben van die 100 gram hebben ze bijvoorbeeld gevonden dat na 12 uur nogmaals slechts 53% in het bloed was opgenomen. Dat is maar de helft. Van? Hè? Van, van? van het eiwit. Wat van je, welke groep? Van die 100 gram. Oké. Okay. Dat betekent dus dat er nog steeds van alles misschien of in die darmen zit, aan het opnemen ja, We kunnen is. dus twee conclusies nu ja. trekken, want de uh, mensen van de oude aanpak zouden kunnen betogen, zie je wel... Ja. Jij eet 100 gram, maar ja. dat wordt maar 50 ja. gram opgenomen. Ja, maar van de 25 gram zitten zeker ook die 25 gram nog lang niet in. Ah, nee. er zitten ook maar de nee, helft zeker, in. zeker, precies. Ah, ja, ja, 10, 12 ja, ja, ja. gram, ja. Sowieso zitten er ja. maar de helft ja. in. Ja. Dus die, die opname is langzaam. Ja, en misschien poep je ook het een en ander uit. Dat, dat, dat wordt gewoon zo helemaal kunnen. niet opgenomen. Nou, en dan wordt eerst uh, ja, een stukje in je eiwit in je bloed, uh, zie je terug. Uh, daar uiteindelijk. En uiteindelijk wat later ook in de spieren, maar uiteindelijk vinden ze in de spier van die 100 gram maar 13% in 12 uur, hè? En van die 25 gram uh, ook rond de 13% van die ook. 25 Dus ja. geen verschil. Nee, nee. Dus het okay, gaat. Oké, maar dan kun je wel, ja. Dus je... Oké, okay, 13%, maar van 100 is natuurlijk absoluut gezien veel ja, precies, meer gram, ja. hè, Dan 25 ja, Misschien is van 25, 25. Ja, misschien. Nee, dat een beetje, een beetje hetzelfde. Dus dat betekent maar dat je heel langzaam eigenlijk het wordt op. Ja, je moet, moet... Ik denk dat het beeld was en is bij velen. Ah, het yoghurtje wat ik nu eet, ja. dat zit uh, over vier uur volledig in mijn spier. Not. Nee, not. No. Dat is wel duidelijk. Ja. Dus uh, dat is duidelijk. Ik vind dit wel belangrijk. Want ja. ik zag toch ook in onze lieve triathlonclub dat opeens mensen naar aanleiding van dat plaatje, en ik zal eerlijk bekennen, ik zelf ook, ja. toch opeens stond ik hier pakken chocomel uit de kast te trekken en extra yoghurt te eten tussendoor, omdat ik dacht, oh, ik kan er dus blijkbaar niet op vertrouwen als ik een keer bij mijn avondeten goede portie vlees eet. Dat die eiwitten dat ik goed zit met mijn eiwitten. Ja, maar ja. je zegt dus eigenlijk, dat kan best. Ja, en, en, en met name wat zij zei, ja, en het, het proces is nog zeker niet afgelopen. Zij zei, ja, hadden we doorgemeten. Dus dit is misschien nog wel een onderschatting. Ja, ze kunnen niet zeggen: gaan we van 13% naar uiteindelijk 25%. Maar, nee, ja, dat kun je niet zeggen op basis van. Want dit je gaat onderzoek. opnieuw eten of noem maar op. Ja, maar ja. belangrijk wel is: zij vonden niet een verhoogde afbraak. En, en ze vonden ook niet een, een verhoogde oxidatie. Van de eiwitten die ze hadden gewoon uh, opgenomen. Ja, maar dat Want, zou dat was... je hebben gezien. als die eiwitten geen functie Precies. zouden hebben. Als ze, als ze ja, niet opgenomen Dat was altijd de aanname. Ja, je kan wel meer innemen. maar daar doet je lichaam uh, niks mee. Die worden toch gewoon verbrand. Dat, en dat blijkt ze dus niet, niet kunnen zo. Kunnen meten. Nee. Dus zij gooien hiermee een beetje de knuppel in het hoenderhok. En dan zeggen ze van. ja, nou ja. wij gaan twijfelen aan het feit. of er wel een, überhaupt een grens ligt. van die 25 gram die we hebben. Vanuit onze data lijkt erop dat dat niet zo is en dat je dus gerust wel eens een keer best wel meer kan nemen en daar de tijd voor kan geven om dat ook als voor je spieropbouw te gebruiken. Ja, zij gaan nog niet zo ver door daarmee meteen te zeggen. Ik heb wel contact gehad met de hoofdauteur. Die zei ja, nee, daar dat wil je nog niet aan. Maar om nou te zeggen, nou joh, je, je kan dus af misschien wel met, met vier uh, porties van uh, van Nee, nee, want je hebt nog steeds dat snelle effect ja, wat je precies. misschien wil bereiken. Ja, maar het is wel iets waarvan je zegt, ja, dit, dit, dit is ook weer een van die die aannames, misschien van die de mythes zelfs maar toch eigenlijk nog steeds uh, een nieuw licht op wordt geschenen en wordt gezegd, nou misschien is het dan wel helemaal nee, niet ja, zo. En het en belangrijkste uh, dus, toch even de scheiding tussen de wereld van topsporters ja. en de wereld van Zeker. amateurs. Ja. Hè? Ja. En uh, dat, dat, dat jij ook zegt hier, de, de, de praktische tip, niet zo spastisch ja. doen ja. met voeding. Ja, ik, uh, na deze studie was ik wel een beetje, ik ging er gewoon eens, uh, kijk ik eens wat vaker op de Griekse jocher die ik weet. Ja, ja, en dan denk je, je moet best wel wat eiwit eten nou, om. Dat had ik dus ook ja. na die sessie. En wow. ik sta ze ook in mijn torsodoortjes. Omdat ik opeens denk: ja. in mijn avondmaaltijd ja. wat meer pakken. Ja. Dat telt niet. Nee, ja. ja, dat telt dus nee, wel. Dat maakt dus allemaal niks uit. En uh, ja, goed. En, en nog maar. maar ja, smiddags eten ik uh, brood. Daar zit. Uh, Bijna niet zoveel, even, <laughs> heel veel in. En daar zit altijd hummus op, toch? Ja. Hummus gelukkig wel, neem ik wel, maar er zit niet of kipfilet of noem maar op. Dus nee, ik ben zo echt niet bezig dat ik per uh, portie uh, maaltijd zit te kijken hoeveel krijg ik binnen. Ja, ik kan me voorstellen dat topsporters dat wel doen. Ja, terecht. Maar ja, ja de praktijk, en ik denk zeker ook voor ons recreanten. Tuurlijk, eiwitten zijn belangrijk, maken al van natuur gewoon onderdeel uit van elk, elk uh, maaltijd wel die je neemt. En maak je, denk ik inderdaad, gaat er niet te spastisch mee om. Van ik moet nu, ja, 25, maar ja, meer heeft toch geen zin. Nee, het lijkt er prima op als jij pak een beetje die 1 gram per kilogram lichaamsgewicht, omdat je toch geen echte krachtsporter bent. Nou ongeveer als richtlijn neemt, omdat uh, ja de ene keer neem je gewoon wat meer uh, uh, eiwitten omdat je nou eenmaal een bonenmaaltijd eet ja. en dan een keer wat minder. Dat in ieder geval, maar dat zal zeker de komende uh, jaren nieuwe studies. Deze gaan. groep gaat door, ja. ja, dus die houden we in de gaten. En topsporters en en kijken wat als na 24 uur, wat betekent dat eigenlijk? Ja. Ja. Uh, hey, dan hebben we het, uh, het timing en en het plannen en het ja. maximering gehad. Ja. Uh, ik zou zeggen, laten we <laughs> Zo eens doorschuiven en Guido Vroemen erbij halen. En even specifiek het onderwerp van plantaardige ja. eiwitten erbij ja. halen. Ik ja. heb ook een mooie mail van gehad via post van Jeroen van der Stouwen. Die zegt: uh, Af en toe, na zware inspanningen, neem ik wel eens eiwitten. Hiervoor heb ik een biologisch dierlijk eiwit gekocht. Ik hoop ja. dat hij bedoelt een bak kwark, maar ik vrees ja. dat hij een of andere pot met poeder heeft ja. gekocht. Daar ze, uh, ja, deze op aanraden van mijn vrouw, die eigenlijk een tegenstander is van sportvoeding in het algemeen. Haha. Maar dan moet het wel verantwoord biologisch en zonder overtollige zooi erin. Dan noemt hij wat merken over eiwitpoeders, maar dan een plantaardige basis. Nu vroeg ik me af of er functioneel verschil zit in het effect van dierlijke en plantaardige eiwitten voor het spierenstel en opbouw. Dan zijn we zelfsprekend voor beide kampen voor- en tegenstanders? Qua duurzaamheid zou ik het liefst voor de plantaardige versie gaan. Maar is dit kwalitatief gelijkwaardig? Zit er überhaupt verschil in? En is dit uiteindelijk allemaal hetzelfde? Nou, daar gaan we het met Guido over hebben. Leuk haakje. Vriendin van de show Lotte Koopmans is ook hier onderzoek naar aan het doen. Ja. Specifiek uh, onder andere bij uh, Vidaagse wandelaars. Ja. Ja. heeft een grote proef gedaan over wat is het verschil tussen inbouw van dierlijke en plantaardige eiwitten. Lotte, als je luistert, als je klaar bent, horen we graag je bevindingen. Ja. Nou, ik, ik kan eventueel nog even wat, wat toelichting geven, nieuwe studies snel. Maar... Zullen we het zo met Guido erbij ja, doen? Uh, ja. Want we moeten ook nog even naar onze vaste rubriek. Sneller door slimmer presteren. Tuurlijk. En uh, wij doen dus een oproep aan al onze luisteraars. Stuur ons een audiobericht van 30 seconden maximaal. Van één ding waardoor jij denkt dat je sneller bent gaan hardlopen of wielrennen. Door te luisteren naar de Slimmer Presteren podcast. En uh, degene die in de uitzending komt, die krijgt van ons een paar snelle, slimmer presteren sokken. En een mooie SnelleSokken.nl wielerpad met gaan als een raket. Deze week hebben we het bericht van Janneke Licht. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Miep, miep, miep! <laughs> hey Gerrit en Jurgen. Ik luister elke week met heel veel plezier naar jullie fijne podcast. En waar ik niet als hardloper of wielrenner, maar juist als rugbytrainer het meest van heb opgestoken... zijn de afleveringen over het Athletic Skills Model... Ik deel ze ook altijd met mijn medetrainers en we passen al heel veel toe tijdens onze warming-up. Zo worden onze kids niet alleen goede rugbeers, maar echte allround-bewegers. Ga zo door. Ja, dat is wel leuk hè? Ja, ja. Leuk dat uh, Janneke dat uh, zo met ons deelt. Leuk ook om onze luisteraars te horen. En uh, ze heeft het over ASM. Ook dit jaar gaan we weer vier keer naar de Masters of Movement. Begin april is de eerste, dus over een aantal weken zul je daar het verslag van horen. En 19 oktober, ons evenement rondom de 200ste aflevering. Bestel je kaarten als je het nog niet hebt gedaan. Gaan we ook eens even kijken of we in de gymzaal van de Binder een uh, mooie ASM-achtige workshop Allere, uh, in het uh, ja. beweegprogramma kunnen krijgen? Ja. Want dan uh, kan iedereen eens in aanraking komen met dat uh, creatief bewegen waar wij zo enthousiast over zijn. Um, als je nou zegt: Ik wil zo'n audiobericht insturen, hoe werkt het dan? Nou, dat kan je doen bijvoorbeeld via de WhatsApp-community. En hoe kom je dan bij die WhatsApp-community? Nou, daar kom je in als je vriend of vriendin van de show bent. En dat doen veel mensen. Ik zal er nog eens een paar in het zonnetje zetten. De afgelopen tijd werd vriend van de show jaarlijkse betaling. Oftewel, in plaats van één kopje koffie per maand, tik je me in één keer af voor elf, nou ja, twaalf per jaar. Maar wij geven één korting. En dat is een voordeeltje voor ons, want dan betalen we maar één keer transactiekosten. Iwan Brink deed dat. En Elmer Molendijk deed het ook. Oksana van Gemert werd vriendin van de show. Jaap Jan werd het. Hugo de Bruin. Robert Klein, en ook Sep werden allemaal uh, in de afgelopen dagen en weken vriend van de show. Dus uh, welkom bij het legioen. Vrienden, vriendinnen van de show. Die krijgen ook exclusief toegang tot de slimmer presteren Strava Club. En daar zie je bijvoorbeeld allerlei leuke club evenementen. Waar we met z'n allen naartoe gaan. Bijvoorbeeld de CPC aankomende zondag. Mm -hmm. uh, de, onze Vraag ons alles over de marathon sessie. Die uh, Hoor je daar ook over? Die hebben we gepland op dinsdag 26 maart. Komt nu ook rap dichterbij. En als je nou denkt, ja, maar ik heb toch geen zin om te betalen, heb ik nog een tip voor je. Ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl, meld je aan voor de nieuwsbrief. En ga ons volgen op social media. Dan ben je ook de eerste die alles meekrijgt over onze evenementen. Tot zover. We gaan schakelen met Leus de Noord. We gaan live verbinden met Guido Vroemen. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen. Zo, kwark achter de kiezen? Ja. Vers gekookt eitje erbij? Nee, dat niet. Dat niet. Nee, nee, nee. nee. Ik heb al uh, kwark en uh, muesli crusti, appel. Heerlijk. Ja, Ki appel. Lekker. Daar moeten we het over hebben. Is Is een, een appel een goede bron van eiwitten? Nou, dan kun, je, dan kun je beter dat ei erin gooien. Ja. Nee, maar waar we het nog even over moeten hebben. We hebben nieuwe inzichten over eiwitinname. Veel geleerd al. Maar, tweede deel van de aflevering: hoe zit het nou met mensen die vegetarisch of uh, veganistisch zijn? Daar hebben we al ver ver verleden jaar geleden een hele aflevering over gemaakt. Want dat met name atleten roepen dat toch nog heel vaak van nou dat, ja eiwitten in plantaardige diëten ja dat kom ik, uh, dan tekort. haal ik het niet, dan kom ja. ik tekort et cetera Volgens mij de wetenschap ja. laat zien dat dat veel te kort door de bocht is. Dat het wel haalbaar is, maar meer variatie en meer innemen. Ja. Omdat ja. je nou eenmaal gewoon iets, uh, ja, iets meer uitpoept, uh, er minder opgenomen wordt en wat minder efficiënt is. Hoe uh, ja, we, dat zijn dagelijkse vragen waarmee jij uh, te maken krijgt vanuit jouw atleten nog? Ja, op zich, nou ja, da niet dagelijks, maar wel vaak genoeg. Hè. Weet je, er zijn uh, genoeg atleten die. Het zijn vegetarisch eten of wel veganistisch. Mm. En dat, ja, dat, is, dat is ook geen belemmering om topsporter of het, zelf gewoon op hoog niveau te willen sporten. Het kost gewoon wat meer, ja, wat meer moeite om overal achter te komen, bepaalde voedingsmiddelen te krijgen, meer daarvan te eten. Om dat allemaal nou ja, voldoende binnen te krijgen. Ja, ja, maar dat is de basis hè, die bij jullie impliciet aanwezig is. Je moet meer plantaardig eiwit eten in verhouding tot dierlijk eiwit... om dezelfde, ja. aan dezelfde spieropbouw te komen. Ja, dan wordt weer 30 tot 40 gram per portie gezegd... met het idee dat ja, er meer achter blijft in die darm waarschijnlijk... of uh, niet opgenomen wordt. En, uh, en juist een, een mix van... Kijk, het voordeel van, van melk is meteen... en het heeft wei en het heeft caseïne... en het heeft dus bijna al die essentiële aminozuren... Ja. Dat, ja, en ik weet niet precies hoe het zit als je met bonen of hummus of quinoa of noten. Ja, die moet je allemaal bij elkaar wel nemen om zeker te zijn van dat je al die essentiële bouwstenen binnenkrijgt. Ja, ja dat is eigenlijk... Uh... Guido, we, we horen in deze podcast van jou in verschillende gedaantes. Een aantal weken geleden hadden we je meer als arts oversteken in de zij. Uh, vorige week hadden we het meer als expert op het gebied ja. van bikefitting. Nu wil ik met je naar als, als coach van topsportatleten. In ja. dit thema. We ja. hebben een paar weken terug uh, casus gehad. Dopinggeval, mogelijk. Antoine Tolhoek. Ja, ik woont ook. in Thailand. Wordt gepakt op uh, uh, steroïden. Is het ja. hè? steroïden, ja. Wat, allemaal, de steroïde, ja. Ja, wat ja. allemaal nog onderzocht moet worden. Allemaal nog onbekend. Maar het zou kunnen komen. Misschien wel door het eten van vervuild vlees. Dat bruggetje maak ik even. Want is ja. het misschien voor topsporters sowieso niet slim... Ah, goeie. op reis, internationaal, te zeggen... weet je wat... Hou je maar aan een vegetarisch dieet. Zeker als je naar Aziatische landen gaat. Ja. Um, en ook daar in het vliegtuig moet opletten van een bepaalde maaltijd. Tokio hebben we gehad. Natuurlijk, hè? daar. Je moet gewoon, denk ik, als je nou ja, onderhevig bent aan, aan de dopingwetgeving en, en getest kunt worden. Moet je gewoon geen vlees daar eten. Daar. En dat, dan wijs jij specifiek nee, naar Azië, dat... China, Thailand, ja. dat soort omstreken? Ja, daar kun je gewoon niet zeker van zijn of dat schoon is. Ja. Nee. En dat komt omdat ze daar in de vleesindustrie gebruik maken van hormonen die je dan uiteindelijk via ja. vlees binnen eet. En, en Antoine ja. Tolhoek woont in Thailand of trainde in Thailand op dat moment. Ja. De weet ik niet of hij ja, dat toen was, maar... Werd gezegd, in okay. ieder geval in de eerste ja. verhalen. Ja, ja. Hij heeft daar een huis. Ik ken, uh, ik ken Antoine nog vanuit de periode bij Roompot. Ja. Dus uh, ik, vond het, ik vind het een geweldig mannetje. Ja. Uh, dat was toen echt, ja, hij is nog steeds niet zo heel groot. <laughs> um, dat klimmer, maar er was een mannetje ja. wat net doorkwam breken zo. En dan dacht je van, jee, wat moet hieruit komen? Hè? Dat ja. is, hij, maar hij rijdt ja, wat per kilogram, dan rijdt hij dus heel veel. Ja. Ja. Hij heeft niet van niks helpen, hè, dat soort dingen bewezen in de bergen. Ja, daar, daar is zijn kracht natuurlijk. Ja. Exact. Maar ja, weet je, dit is niet iets. Hij heeft natuurlijk ook wel een keer uh, bij, bij Jumbo Visma. Um uh, ja. iets uh, Aan de stok gehad met die slaappillen. Slaappillen was ook al. Uh, ja, ja, ik ga even heel genuanceerd zijn. Want ik heb uh, in het wil <laughs> ja. hierover geluisterd. En ja. daar zeggen ze ook heel streng. Let even op. Daar da da was iets met slaappillen. Maar daar werd hij door nee. de ploeg bestraft. En ja. niet door de antidoping. Uh, Stond niet ja, op de lijst. Ja. Het, was het niet. heeft ja. iets te maken met. Ja. Het heeft iets te maken met bepaalde gevoeligheid. om, be om middelen te nemen. Ja. Exact. exact. Maar ja. ik wil het niet specifiek over die casus hebben hoor. Maar nee. ik moest eraan nee, denken. Dat is een goeie. Ja. Omdat je dus ja. zeker in een topsportcircuit. en inderdaad, als je onder doping staat, misschien wel een soort van preventief naar een plantaardig dieet ja. wil, maar dan kom je dus wellicht wel een eiwittentekort. tekort. Wat is, wat is jouw ja, dus ervaring, advies? Kijk, je moet uh, vind ik een beetje zo aan de 2 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag komen. Aan Toch, dat is jouw, ja, ja precies. Als wij serieuze het als 1 tot 2, sporten. Uh, je ja, zit aan de bovengrens. Ja. Ja. Ja, en dan ja. kun je dus als je veganistisch bent, zou ik nog zeggen nou, ja, ga dan nog zelfs naar de 2,5 toe ja. hè. Ja. Dan moet je gewoon wat hoger gaan zitten. Omdat je ook niet weet van ja, he, dit staat op het pakje, zoveel zit erin. Ja. Dus dat neem ik op. Ja, dat is, die dus is er dus niet. Kan ook minder zijn. Ja. Ja, dat geldt specifiek voor die plantaardige eiwitten. En dat is best ja. wel een hoop dan. Toch? Ja. Wij hebben het zitten zeker. rekenen ook. Als ik voor, voor, uh, 80 kilo en, uh, ben, uh, ja. 2,5, dan gaan we ja. richting de 200 gram. Alleen hè, puur eiwit. Wat ja. er dan naar binnen gaat. Ja, moet. want ja. kijk, dat is dan alleen nog eiwit, hè? Want Daarnaast heb je koolhydraten. Er zit nog veel meer in. Hè? Daar, daar moet je nog veel meer van innemen. Ja, ja. Als je een zware trainingsweek hebt, bijvoorbeeld, dat je denkt: ja, maar als ik dit allemaal optel, man, dan moet ik echt enorm veel eten. Dat krijg ik niet weg. En ja, dat is natuurlijk een, dat is wel een opgave. Ja. Vraag van uh, Jeroen van der Stouwen... die eraan de grondslag ligt, ook in deze aflevering. Uh, om zulke volumes eiwitten te halen, dan maar aan de shakes. Even goede nuance voor onze amateurluisteraars. Hoef je niet als amateur waarschijnlijk. Maar als je echt naar 200 gram per dag moet. plantaardige eiwitshakes. Kun je is, is dat oké? Okay? Is dat beschikbaar? Kan dat? En je bedoelt met poeder dan echt? Ja, als poeder. Supplement. Wat je aanmengt ja, en ja. wegklokken. Ja, dat is makkelijk hè. Ja, dat is gemak. Ja. Ja. Nou ja, weet je. Dat is, of het lekker is, weet ik niet. Maar dat vindt iedereen voor zichzelf dan. Maar als je... Nou ja... Op dat niveau is, is eten niet alleen maar een, 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 een sociale bezigheid, nee. dan is het ook gewoon functioneel. En dan, moet het gewoon, dan, ja, dan zijn ze soms ook heel obsessief mee bezig. Dan moet dat erin. Mm -hmm. Mm -hmm. En wij, weet je, als wij aan tafel zitten, <laughs> bij, hè, het is ook gezellig en het moet ook ja. lekker zijn en zo. Ja, en dat is heel belangrijk. Dat vind ik ook, dat dat altijd zo moet zijn. Maar ja, bepaalde dingen moet je dan ook halen. En ja, en dan als je dan tussendoor. Een shake kunt drinken waarin je zorgt van, ah, weet je, dan heb ik in ieder geval ervoor gezorgd dat ik mijn limieten haal. Ja. ja, ja, met is inderdaad wat je zegt, functioneel. Maar ja, dan heb ik zoiets, dat zeg ik ook altijd. Ja, let op: supplementen. Als er één bron ook van dopinggevallen vaak is, zijn het supplementen. Dus ik. Uh, nou, ja, daar kan ja, ik dan iets ja. aanvullen. Ik heb <laughs> natuurlijk uh, begin februari het Nederlands kampioenschap 10 kilometer gelopen. Nee, ja. Laten we zeggen, meegedaan. Ja. <laughs> Verder sloeg het nergens op. Maar toen moest ik dus ook de e-learning e van de dopingautoriteit ah, ja. doen. Ja. Waarin ook een heel stuk gaat over hoe je ja, aan welk keurmerk je voedingssupplementen ja. kan herkennen. Ja. Ja. Uh, die dan getest of goedgekeurd precies. zijn. Ja, en uh, daar, daar moet je echt inderdaad op letten. De dus NZVT. Ja. Precies. Fijn. Die was voor ja. mij alweer wat afgezakt. Ja. Ja, ja, het Riedel... Nederlands zekerheidssysteem... voor voedingssupplementen in de topsport. Is ja, okay. het dan geloof ik? Exact. Even dan naar die andere kant toch van de medaille. Weer van topsportcoach naar sportarts. Een van de dingen die mij opviel... naar aanleiding van de kennissessie... waar we het begin van deze aflevering over hadden... dat opeens collega amateur ook begonnen te appen over potjes, eiwit, poeders... en weet ik veel. Ik vraag het jou wel vaker... maar zit daar nog een soort overdoseringsrisico... Wat gebeurt er als ik te veel eiwitten binnenkrijg? Wat denk je? Nou, ik hoop dat ik het gewoon uitkak. Kak. Maar, eh, kak. Uh, 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 Afbreken, nou ja, stel dat je je, je... je ziet het ook in je bloed. Hè? Want eiwit, wat, dat wordt afgebroken. En dat wordt ureum. Ja. Dus dat zie ik ook wel eens vaker... als ik mensen voor een sportmedische check heb. En dan hebben we bloedonderzoek. En daar zit ook ureum in. En dat is hoog En dan denk je... Huh? Heeft hij geen, geen goede nierfunctie? Hè? Mm. Dus dat is ook een van de parameters. Maar dat krijg je dus ook als je dus heel veel eiwit eet, dan wordt dat gewoon afgebroken. En dan uh, zie je dat in een verhoogd ureum. Ja, ja Dat wordt dan weer uitgeplast. En ook wel uitgepoept uiteraard een deel. Uh, ja, dat is zonde natuurlijk, maar ja. Um, ik denk de de dat dat uh, per se gevaarlijk ja, gaat leveren of zo. Bij kinderen geloof ik. Maar, uh, maar, als je, ja. maar dat wil wel zeggen als je. ...een niet optimale nierfunctie ja. hebt... ...dan ga je die wel overbelasten daarmee. Ja. Ja, ja. Weet je, dan krijg je wel problemen. Ja, ja. Ja. Dus je en iets eventjes een paar... ...weet je, als je een paar keren... ...of eens een week of zo... ...om de zoveel dagen... ...te veel eiwit eet... Ja, dat, kun je wel, ...dat kun je wel handelen. Ja. Ja, dat is niet zo'n probleem. Dus als je structureel elke keer heel veel meer eiwit eet... Dus dan ga je echt je nieren heel veel belasten. Dan kan het wel problemen op gaan leveren daarvoor. Ja, ja. Bijvoorbeeld als je eiwit shakes gaat zitten nemen... terwijl je helemaal niet zo heel veel sport. He? Ja, precies. Ja. Ja. Dan krijg je nierfunctiestoornissen. Ja, ja. oké. Okay. En hoe herken ik die? Heb ik daar nog een early warning voor? Of uh, nou ja, dan pas als het ik uh, te laat met ben? je op je plas letten. Hè? Dus als je op je plas gaat letten... Dan, dan zie je vaak ook de kleur, ja. de geur... Misschien is dat een goede tip voor mensen: ja. dat je eens kijkt van als je gaat plassen. Voor de mannen die dan uh, staan te plassen, die kunnen het zo zien. Maar ik zou zeggen, ga gewoon zitten op dat ding. En dan kun je ze achterom kijken. <laughs> en verruiken of, of zien hoeveel schuim erop zit. Nou, daar haal je heel veel informatie uit. Want <laughs> dus... Dat zijn tekenen en dan gaat het niet zo goed. Je wil gewoon uh, 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 een beetje lichtgeel, goed volume niet te geurend plas. En als dat dus afwijkt, dan is er mogelijk iets aan de hand. Exact. Helder. Nou, dat vind ik toch een handige ja. medische tip. gaan we toch uh, breed in deze aflevering. Veel ja, geleerd, leuk, ja. veel praktische tips. Ja, ja toch? Moeten we ook nog, gaan we ook nog poepen onderzoeken? <laughs> ja, kan. We hebben al een keer een hele aflevering gemaakt ja. natuurlijk. Maar uh, nee, nee maar dit, ik vind dat toch wel relevant. Want ik schrok wel een beetje. Uh, naar aanleiding van die kennisessie dat opeens allemaal mannen ja. daar eiwitpoeders... Uh, ja, ik, uh, ik blijf erbij. We hebben er een aflevering gemaakt over BCAA, et cetera. Ik, uh, ik, ik ben uh, ja, van waarom? Ga ja. ja, gewoon lekker eten, geniet van het ja. eten. En uh, ja. ja, maak ja, er ja, niet klopt. druk van dat jij. Je... En, en nogmaals, Guido heeft over twee uh, gram. Ja, maar dat gaat er echt wel om topsporters. Hè? Exact. En dan, uh, exact. Ja, oké. Okay. En ja, nou ja, aan de andere ja. kant vind maar, ik. Ook... Ja, toch even checken. Dat gaat om topsporters. Nou. nou, als het me lukt en mijn werk is niet te druk. en ik laat, geef Guido Vroemer de vo volle teugel. dan zet je mij ook op zeven keer sporten in de week minimaal nu per dag. Ja. Dat wordt ook best serieus. In hoeverre, ja, waar zit daarom... ik dan op de schaal van amateur naar iemand die bijna topsporter is? Nou, ja, maar dan gebruik je gewoon heel veel. Hè. Weet je, dan heb je een hele hoge turnover. Je, je, je hebt heel veel training load, trainingsbelasting. Ja. Dus dan moet je ook repareren. Dus dan heb je ook bouwstoffen nodig, dus eiwitten, om dat weer goed te laten herstellen dus, nee, dan ja, dan dus is, ik wil maar zeggen: ook is, even naar Jurgen. Ja, als je als nee, triatleet of als wat serieuzer een amateur, zes, zeven keer in de week gaat trainen. Ja, ja, maar dan wil ik nog de nuance aanbieden. Juist als jij veel krachttraining zou doen. Ja. Dan is daadwerkelijk ook je spierschade groter en zal ook de noodzaak voor mm. herstel, mm. voor spiersynthese mm. groter Ik hoor, zijn... Ik hoorde al protesteren. En dan Matthias, bij duursporters. Matthias Verstralen ja. zou het ook niet met je eens ja, zijn. Ja, dat Nee, op nee niet, maar uh. op zich moet je, hoef je niet. Dus, kijk, dat klopt natuurlijk wel. En voor oudsher is het, bij krachtsporters kwamen die eiwitten. zijn natuurlijk veel ja. meer uh, in de belangstelling. Maar duursporters hebben dat ook nodig. En je moet met name gaan kijken. Je hoeft daar niet topsporter voor te zijn. Maar als je heel veel traint en sommige. Amateurs die trainen ook gewoon 10, 15, 20, soms al 25 uur. Dan heb je, dat heb je echt gewoon, gewoon 2 gram nodig uh, per ja. kilogram eiwit uh, per ja. dag. Ja. Maar nou is er nogal een groot verschil tussen 10 en 20 uur. Uh, ja. dus, dus waar zouden we zeggen, waar ligt die grens? Rond die 12 of 15 uur of niet? Zo kan je nou, dat niet denk... zeggen, denk ik. Nee, nee. Ja, ja. nee ja. dat ja. ligt aan de intensiteit. Ja, natuurlijk. ja dat ook weer. Ook, hoeveel ja. je doet, maar. Ik denk als je boven de tien uur traint, dat je echt wel twee gram per, per kilogram lichaamsgewicht per dag... Ongeveer als vuistregel. Het is geen wet. Hebben we er allemaal bij gezet. Ja. Maar ja. dat is dus ergens ook wel een verschil. Ik zit ook niet aan die tien uur nog structureel. Maar als je het benadert vanuit drie keer hardlopen in de week en een keer zwemmen. is wat anders dan inderdaad ja. om de dag fietsen of lopen. Ja. ja. Helder. Helder. Interessant. Ja. Hebben we hem? Ja, maar ik vind het ook leuk om even de andere kant van de medaille te ja, halen. Van, van Game changers nog. Dan ja. Natuurlijk, daar werden gepromoot: nee, plantaardig is veel beter dan betere dierlijk. eiwitten. Oh, ja, ja, en ja, ja, natuurlijk, ja. we moeten plantaardig goed voor de planeet, et cetera. Ja. Dat weten we ook allemaal. Maar nu zijn er ook een aantal studies gedaan waarin ze mensen echt daadwerkelijk van. Uh, de, ik gooi hem in de show notes, de, de, de swap, the meat, the swap Meat at lead Study. Meat Athlete. Ja, dat is dan een acroniem voor... Uh, nou ja, ik kan hem wel even voor je opzoeken als jij dat leuk vindt. The Study with Appetizing Plant Food Meat Alternatives Trial. <laughs> nou ja, ja, nogmaals, dan hebben ze uh, een groep atleten. Hebben ze vier weken of zes weken lang eerst een plantaardig dieet. Natuurlijk allemaal random. Hè? En één dieet... Ook plantaardig, maar wel allerlei uh, beyond burgers, zeg maar. Plantaardig uh, burgers, dus wel het idee van... Hey. Het idee van vlees? Ja, en ja. de derde gewoon vlees. En dan ook gekeken, die bleven gewoon hetzelfde trainen. En gewoon gekeken naar uh, krachttraining. Uh, wat doet het met maximale kracht? VO2 max testen, uh, Cooper test volgens mij. En uiteindelijk vinden ze daar dus uh, geen verschil, gelukkig. Dus dat is, dat is goed. Dat is goed nieuws voor de plantaardigen. Zeker. Supporters. Maar ja. ook wel goed nieuws voor de juist nog niet plantaardigen. Omdat die vaak, de plantaardigen, natuurlijk claimen van ja, kijk maar, plantaardig is ook antioxidanten. En is oh ja. ook nog andere nuttige stoffen die je minder in vlees ziet. Kijk, het is wel zo dat natuurlijk vleeseters vaak. Nou ja, die hebben toch een iets verhoogde risico op uh, hart- en vaatziekten. Dat is wel ook bekend. Mogelijk kanker, dat was natuurlijk nu in het nieuws. En daar zit gewoon iets meer verzadigd vet en cholesterol in. Dus. En dat ja. wordt in principe ook wel gemeten. Er was een leuke studie Zie, bij. Maar wat uh, je hier weer doet, zien we vaker in de podcast. We moeten even kijken, zijn we nou aan het kijken naar prestatie Pret ja. of gezondheid? Dus Want je prestatie, zegt dus, geen, prestatie verschil. geen verschil. Ja. Maar gezondheid, zeker. Wel ja, wat is ja. ook een leuke studie bij tweelingen gedaan? Eén eigen tweelingen. Ja. Hebben ze één groep gewoon gezegd en die <tus> aten gewoon. Nou ja, er waren wel, uh, wel om die voren alles eters. Ja, en eigenlijk gewoon gezegd: oké, okay, jullie gaan acht, de helft van die tweelingen acht weken echt op een plantaardig dieet. Nou, en de anderen bleven door eten. Allemaal mooi gematcht met dan de uh, totale calorieinname, et cetera. En wat je dan ziet, is uiteindelijk dat een aantal parameters, dus uh, uh, van, nou ja, noem het gezondheid, hmm. uh, met name hart en vaten, zoals cholesterol. Insulinespiegels, eh, maar ook BMI, dat dat allemaal net even wat gunstiger leek te worden. En dit waren verder gezonde groep ja, en dit waren gezonde mensen verder, et cetera. Dus uh, ja, dat geeft eigenlijk aan dat ja, van nature, qua voor de gezondheid, maar dat was op zich wel bekend het plantaardig dieet toch wel wat voordelen kan hebben. Aan de andere kant moeten we niet vergeten... je mist wel wat uh, stoffen natuurlijk. Hè? Vitamines, vitamine B12, ja. ijzer. Dus, dus je moet ja. ook weer supplementeren in, uh, in die. Ja. Dus het ja, kan zeker geen kwaad... om dus over te stappen op een plantaardig dieet. En ook voor de prestatie lijkt het niet op. Een review laat het ook zien voor duurprestatie. Maar ook voor, uh, voor krachtprestatie. Maar ja, je hoeft de boodschap niet te verkondigen dat het daarmee ook voor beter is voor uh, sporters. Zoals het destijds gedaan werd voor. Uh, voor nou ja, dat is dan weer net even ja, overdreven. Ja, ja, dat ja. wil je maar zeggen. Oké, okay. ja. helder. Guido, nog twee nachtjes slapen. Dan uh, ga ik een PR-poging ondernemen. De <laughs> 10 kilometer. Nog wat Goed. laatste coachende tips of uh, aanwijzingen voor me? Ja, 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 ik zou nog maar even wat extra uh, eiwitjes vandaag eten dan. <laughs> En morgen niet en dan, meer. Ja, maar dat is en, ook gek, hè? Want ik ben natuurlijk jaren bezig met marathonvoorbereidingen de laatste dag. Dan ga ik van de vezels af en zo. Ja. Van ja. 10 kilometer. Hoeft dat niet per se, maar oh. ik zou niet te zwaar ontbijten van tevoren. Gewoon normaal ontbijtje, niet te hoog. Geen extra. Nee, nee. Nee, want je, weet je, je bent een, een half uur bij je klaar, toch? Ongeveer? <laughs> ja. ja iets meer is, is nou, dat het, ja. de streeftijd? Ja. ja heel mooi ja, ja. nou ja als we, als we een PR gaan lukken dan moeten we onder de 37,50 ja dus dat is uh, zeg maar gewoon 3,45 kilometer blijven lopen mm, ja gewoon zo heb je dat wel eens ja. gedaan nee nee want 37,50 <laughs> is de PR ja dus uh, ja of 38 ja maar volgens. hij loopt wel 3,45 kilometer maar of hij dat tien keer doet ja, ja. dat is even de spannende dat vraag dat is dus gewoon bijten bij iemand achter iemand rug, gaan rug, zitten die rug zoeken, rug zoeken ja, en mee ja. die laatste kilometer hij is altijd die heb je wel ja. weet je dat, uh, dat weet ik ondertussen wel dat ja. is niet zo weer het probleem die eerste negen <laughs> ja, ja 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 nou die eerste gaat ook altijd nog wel. Ah oh ja, die eerste ook. Het ja, zijn die het... twee tot en met acht. Hè? En dan met name kilometer zeven. <laughs> die... daar, uh, daar ligt het probleem. Ja, daar mocht het ineens moeizaam. Ja. Maar, alle vertrouwen. Ik heb er heel veel zin in. En uh, ik groet alle luisteraars uh, die we zondag op het Malieveld gaan zien. Ik heb er zin in. Alle luisteraars die we eventueel over een paar weken gaan treffen op uh, uh, de tijdrit. Online, 26 maart. Dinsdag 26 maart. Vraag ja. ons alles over je marathon. Kortom, genoeg te beleven. En als je nou denkt, hey, hey, wat zijn dit allemaal voor data? Ik kan het allemaal niet bijhouden. Dan zou ik zeggen, ga ons volgen. We zijn de Slimmer Posteren podcast op LinkedIn. En we zijn de #slimmerpodcast Slimmer podcast op Instagram. Daar plaatsen we ook dit soort updates. Maar in ieder geval iedere vrijdag. Waar gaat de aflevering van deze week over? Je kan ons volgen, je kan duimpjes geven, hartjes geven en reageren. Op onze website, slimmerpodcast.nl. Krijg je na een seconde of tien een pop-up. Hey, schrijf je in voor de nieuwsbrief. Bloedirritant. Maar als je dat doet, dan krijg je iedere vrijdagochtend ook even een mailtje met waar de aflevering over gaat. En alle updates over events en acties en alles leuks rondom onze community. Dus uh, meld je daar vooral aan en pik daar ook de pagina van deze aflevering op. Of je kan ons mailen. Net zoals. Jeroen van de Stouwedee met zijn vraag over plantaardige eiwitten. via post slimmerpodcast.nl. Dan zijn we er weer uit. We gaan een stukje rennen, lopen te lopen in Den Haag. Oh nee, dat doe je in Rotterdam. Nou ja, anyway. Van van Marieveld naar de Duinen. En jij gaat ook de laatste zes weken in, ja. Jurgen? Ja. Ik ga denk beginnen met eiwitten eten, want dat is toch wel belangrijk. Ja, ja, goed eten. Dat ja. is wel de, de, is de, de basis, basis, hè? Ja, precies. Lekker, ja. lekker eten. Dan ga je ja. zelf sneller lopen, nee natuurlijk. Niet. Ja. Hey, Guido, dank weer voor je inzichten. Tot Succes, de volgende man. keer, Guido. Dankjewel. Jurgen, tot ja, volgende week. Tot volgende week. Au dat je naar de koelkast rent voor jouw extra portie eiwitten vandaag, blijf nog even luisteren naar een luistertip. Waar in ons rijke archief van meer dan 160 afleveringen kun jij nog verder de diepte in? In dit geval over eiwitten, Jurgen. Welke aflevering willen we onder de aandacht brengen? Ja, nou, welke niet hè, denk je dan? <laughs> nou, we aflevering 14, want daar daar hebben we al de documentaire Game Changers besproken eigenlijk. En gekeken naar ja, wat zijn nou de plussen en minnen als je een plantaardig dieet vergelijkt met een dierlijk dieet. En ja. dan komt het altijd neer op ja, de eiwitten. Hè, ja. en de, de vraag ervan. was, moeten we allemaal vegan worden? Ja. En wat zou dat voor ons betekenen als sporten? Maar we hebben er meer. Hè? We hebben het mm -hmm. vaak over eiwitten gehad. We hebben het over die BCAA. Die je vaak in de, in de sportschool waarschijnlijk kan kopen in grote potten. Uh, in aflevering 106. And... Ja, of dat nou inderdaad zinvol is om die ook extra te nemen. Ja. Wat is het? Hoe werkt het? En ja. uh, is het zinvol om dat te pakken? En we hebben er nog één. Ja, toch, eiwit. toch wel, konen omdat we daar ook wel ook weer een Maastrichtse wetenschapper... die veel doet met, met eiwitopname en spieropbouw en dat netjes kan meten. En vertelde over zijn onderzoek in uh, aflevering 130, Cas Ja, super interessante onderzoeker de, waar we vaak aan refereren. Kortom, je kan de hele week nog door met de Slimmer Presteren podcast.